De onderzoeken naar de risico's op botsingen tussen vliegtuigen en vogels bij Lelystad Airport moeten over. Dat zegt Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Van Raan komt tot die conclusie na een hoorzitting gisterenmiddag in Den Haag, waar diverse deskundigen hun zorgen uiten over de kans dat een vliegtuig bij Lelystad Airport in botsing komt met een grote vogel. Daar is al eerder onderzoek naar gedaan, maar volgens verschillende onderzoekers kloppen die cijfers in die rapporten niet. Reden voor Kamerlid Van Raan om nieuwe cijfers te vragen. Wij willen hernieuwd onderzoek, omdat blijkt dat er een aantal feiten en een aantal ontwikkelingen niet zijn meegenomen. Het blijkt ook weer vandaag dat bijvoorbeeld in 2009 werden er al twijfels gemaakt bij de locatie van het vliegveld. Dus al met al is er aanleiding genoeg om nieuw onderzoek te doen, specifiek naar de problematiek van veel vliegen op een plek waar vogels zijn. De huidige onderzoeken noemen de risico's voor vogelaanvaringen acceptabel. En dat is waar minister Cora van Nieuwenhuizen haar beleid op baseert. Verschillende experts vinden de opening van Lelystad Airport niet verstandig. Rond Schiphol is besloten tot in een straal van 10 kilometer alle ganzen te vergassen. Als je in een straal van 10 kilometer rond het vliegveld van Lelystad, mocht daar een keer een ongeluk gebeuren en je besluit tot maatregelen, dan houdt dat in dat de hele Oostvaardersplassen eigenlijk een kritisch gebied wordt. De Oostvaardersplassen, daar worden nu beheersmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld, hij zal binnenkort verder droog gezet worden om het riet weer te laten groeien. Dat kun je ook zien als een vogelaantrekkende maatregel. En dat is dus eigenlijk in conflict met de doelstellingen om vliegveld Lelystad veilig te houden. En daar ben ik bang voor. Ik ben er bang voor dat we iets beginnen wat moeilijk stopbaar is en wat ineens de natuurwaarde van Lelystad heel principieel, van de Flevopolder, heel principieel gaat aantasten. Een goede maatregel zou zijn om een vogelradar te plaatsen. Dan kan de luchtverkeersleiding zien wat eraan komt en of dat een bedreiging is voor de veiligheid. Daarmee breng je in ieder geval in een veel groter gebied de vogelvliegbeweging in kaart. Dus de vogels niet op de grond zitten, maar die echt actief aan het vliegen zijn. En dat helpt zowel de bird control, dus man die de vogels daarmee in een groter gebied aanziet komen en alvast actie kan ondernemen. Maar ook een verkeersleider die kan besluiten om een vliegtuig nog eventjes vast te houden voordat hij hem clear to take off kan geven. Moet er op Lelystad een vogelradar komen? Ja, essentieel. 5 ton, hè, zo'n ding. Ja, veel geld, maar als er een vliegtuig neergaat en zelfs al als je nu alle rapportages zou optellen hoeveel geld eraan gespendeerd is, dan denk ik ook dat je daarover eens ziet. En ik denk dus dat er nu gewoon gegevens verzameld worden die niet de beste gegevens zijn die we zouden kunnen verzamelen. Er wordt allemaal een compromis gekozen, er wordt een rapport over geschreven en dat rapport is ook de aflaat voor als er iets gebeurt. De wens van Kamerlid Lammert van Raan tot nieuw onderzoek zou de opening van Lelystad Airport opnieuw kunnen uitstellen. Maar daar zit het Kamerlid niet mee. Allerminst. Nou kijk, de opening van Lelystad gaat waarschijnlijk sowieso niet door. Want we moeten krimpen met de luchtvaart in Nederland. Dat staat als een paal boven water als je kijkt naar de klimaatdoelen, als je kijkt naar de veiligheid en als je kijkt naar de leefomgeving. Dus dat is natuurlijk de kortste klap. Lelystad Airport gaat niet open.